Mijn droom is uitgekomen. De laatste swimmingpool update. Hallo, goedemorgen. Happy Friday. Friday. Joris was gisteravond lekker Temptation Island kijken bij ons. Dat hadden Bart en ik nog helemaal geen één keer gezien, want Bart vindt het echt veel te dommig. Maar goed, we hebben nu toch 2 afleveringen gekeken. En ik was weer wakker om, jawel, 5 uur vanochtend. Dus daarom loop ik nog in mijn badjas. Bart is sporten, nog voordat Jola naar school gebracht moet worden. En die komt straks, als het goed is, net op tijd terug om Jola even naar school te brengen. Goedemorgen, schatje. Yay, hij is op tijd. Op tijd om jou terug te brengen. Wat een vroege vogel. Het lijkt wel helweek bij jou. Nee, het is vandaag geen helweek. Het is... bevallingsweek. Oh. Think and Grow Rich. Bart heeft hem uit. Voor bijna. De tweede keer in zijn leven heeft hij een boek uit. Nee, kijk. Oh, bijna. Pagina 257, het overwinnen van al je angsten. Oh jeetje, nou, de bevalling moet nog gaan beginnen, dus het komt mooi uit. We gaan middag eten maken, gezellig, samen. Nu dat we even samen thuis zijn. Lekker hoor, ik heb echt heerlijk gewoon allemaal tutorials zitten kijken van Final Cut Pro. Om weer wat nieuwe fonts in mijn ding te installeren. Het zijn echt van die dingen, dat is zo stom. Dat doe je nooit, omdat je gewoon te druk bent met editen. En dan heb je eindelijk eens hier wat meer tijd om het uit te zoeken. En dan blijkt het gewoon vet makkelijk aan te passen. Zit ik de hele tijd maar met die hele stomme standaard lettertypes alles te doen. Dus vanaf nu leuke lettertypes erbij. Je zou denken, bieten... spread is niet zo lekker, maar het is echt lekker. Heerlijk is het. Met avocado en een beetje mozzarella. We gaan nu naar Turnen. Ja. Jep. Juf. Ik kan onmiddellijk op de ballet. Wat ook best wel apart is, dat zelfs autorijden heel erg vermoeiend wordt door dit. Naar achter draaien is helemaal niet meer zo makkelijk. Dus zelfs met uitparkeren en inparkeren is het vermoeiender, het autorijden. Omdat je dan, ja, je kan gewoon niet meer zo lekker draaien. Het begint nou echt een hele bolle buik te worden. Ik sta alweer bij het zwembad. Ja, ik ben gewoon zwangerschapszwemmen. Een beetje raar eigenlijk, want mijn droom is uitgekomen. Maar het was niet echt een hele speciale droom of zo. Maar ik had dus echt een hele tijd geleden had ik gedroomd dat ik hier alleen zou zijn zonder Celine. Omdat Celine al bevallen was. En nu is dat dus waar, want Celine, met wie ik normaal elke week ging zwemmen, die is woensdag bevallen en ik ben hier nu alleen. Is niet erg hoor, want toen ik zwanger was van Jola ging ik ook altijd alleen naar zwangerschap zwemmen. Oeh, ik voel echt vette spanning op mijn buik. Volgens mij is hij echt nog steeds gewoon echt flink aan doorgroeien nu. In die laatste week of weekjes. Ja, ik ga even rustig naar het zwembad toe waggelen. Dit is gewoon van mijn sok, jongens. Zoveel vocht hou ik vast. Daar ben ik dan. Misschien de laatste keer? Waarschijnlijk wel. De laatste swimmingpool update. Zo, dat was lekker zeg. En kijk die schatjes hier met een Lego op de grond. Ja, huh? We zijn aan het fabriceren. Hey Dex, ja. En een theetje erbij. Ja, ik ben er weer. Fabriceren ja. Is dat je iets maakt. Ik ga ook even lekker een theetje nemen en zie ik jullie morgen weer. Hallo, goedemorgen. Happy
Saturday. Ik was nog even een beetje vergeten te vloggen. En we gaan nu een cadeautje kopen voor Celine en Guido die een babytje hebben gekregen. En dan gaan we kijken. En dat vind ik super leuk en speciaal. Want die is gewoon pas woensdag geboren. Dus het is 3 dagen. Nog helemaal nieuw. Een babytje van 3 dagen. Oh. Ook nog eens te vroeg. Ja, ja, ze is wel, nou ja, te vroeg. Een weekje te vroeg. Dan einde van de dag komen Jacqueline en Harold aan. Dat is de moeder van Bart en haar man. En die wonen tijdelijk in Spanje. En die komen dus vanavond aan. Speciaal voor de bevalling en Bart's verjaardag. In Nederland. Dus ja, wordt druk hier in huis de komende dagen. Kijk hoe schattig. Hij staat klaar. Oh, dat is nog helemaal niet gefilmd. Ja. Net echt, hè? Bart heeft hem erin gezet. We hebben de Joey met een ISOFIX, dus ze kan er heel makkelijk in en uit geklikt worden. Heb je hem niet verkeerd omgezet? Nee. Hoort het zo? Ja? Ik ben het helemaal vergeten. Ik heb dat zo lang niet gedaan. Zo. Hoort hij echt zo? Ja? Of niet andersom? Nee? Nee. Oh. Want als je nu een aaneinde krijgt, of afkloppen. Ja? Dan wordt hij in het stoeltje gedrukt. Oh. Omdat het een beetje naar boven zit zo. Dan bam. Jezus. Blije eitje. Tjus. Oh, wat lekker allemaal. We zijn even wat paasdingetjes aan het kopen. We hebben paastakken bij de Hema gekocht. En die gaan we nu even opleuken. Zo lang is dat nog niet eens geleden. Ik voel mezelf alsof ik zelf net een reis vanuit Thailand heb gemaakt. Zo vol met vocht zit ik dat ik me gewoon echt heel erg moe voel. Het is 8 uur. Ik heb honger, ik heb zin in suiker, in ijs en zo. Het is echt niet normaal. Ja. Dank u. Daar zijn ze dan. Harold en Jacqueline zijn er. Yay! Heel leuk weer thuis. Back in the Holland. Wow! Hello, happy Sunday! Ik was alweer wakker om 6 uur hoor. Na mijn stress. Ik weet niet of iemand van jullie dit ooit heeft gehad. Ik had het met Jola niet. Maar ineens, een paar dagen voor de uitgerekende datum, ga ik enorm twijfelen over de naam. En dat vinden Jola en Bart niet leuk, want die zeggen elke keer, hou op met je andere naam, we willen helemaal geen andere naam. Nou goed, laat maar gaan, die naam. Schoonouders slapen hier en dat hebben jullie vast allemaal gezien. Dus ik ga nu even een ontbijtje maken. Ik ben lekker wat tutorials aan het kijken van editen en met een theetje. En natuurlijk koek. Slechtste idee trouwens ever om gewoon een half pak mee te nemen terwijl je achter de computer zit. En ik heb een make-uploze dag, heb ik even voor mezelf besloten. Want ik had gedoucht en ik dacht, nee, ik ga me niet opmaken vandaag. Why? Bart is aan het douchen. Die kwam terug van het sport en toen ging hij douchen. En ik was helemaal vergeten om een verjaardagscadeautje te regelen voor hem. Eigenlijk een klein beetje expres, want hij had het dit jaar ook niet voor mij gedaan. Hoeveel jaar duurde het in jullie relatie voordat je, zeg maar, niet echt meer cadeautjes voor elkaars verjaardag kocht? Of in ieder geval niet meer zo van, we hebben net een relatie en ik koop echt een onwijs dikke armband voor je en zo. Dat heb ik dus wel gedaan bij Bart en Bart ook bij mij. En vorig jaar nog kreeg ik een camera en zo. Maar het lijkt net alsof we die tijd een beetje gepasseerd hebben. Op een gegeven moment heb je natuurlijk ook al je kosten gezamenlijk. Dus ja, dan wordt het toch een beetje anders. En dan wil je toch eigenlijk wel gewoon iets geven waar diegene wat aan heeft. Dus ik heb echt een mega saai cadeau. Dat is namelijk een scheerapparaat. Omdat ik die zag liggen en ik zag dat die kapot was. Heel saai. Maar goed. En een mok met The Best Dad. En ik hoop eigenlijk dat ik hem gewoon het allerbeste cadeautje ooit kan geven. En dat is een gezond babytje. Dus, maar goed, die kans zit steeds meer in. Heb ik je al gevoeld vandaag? Heel spannend. Ja, ik voel hem nog.
Daar zijn ze eindelijk. Oh. Half jaar niet gezien, hè, joh. Ja, hè? Laat zien hoe groot je bent. Nou, jezus. Ja. Echt? Echt? Zilveren oorbelletjes met een visje, want je bent een vis. Oh. Dankjewel. Om te vieren dat we er allemaal zijn. Moet er geen slagroom op? Nee, dit is slagroomtaart, joh. What we like to do is take the new diaper, unfold it all the way, lift him up and place it under the old diaper. That way we prevent messes from spreading. Oh, hè? Ja, dat is wel handig, ja. Oh, now I like to get this open. Dit zit soms dus helemaal daar. So make sure you get the whole area. Don't be afraid to move what's necessary and make sure you get the whole diaper area very clean. If it's a boy, you may have to move some things. If it's a girl, make sure that you wipe with the wipe from front all the way to back. That's very important. Wave at it. You know, we kind of want to do it quickly because boys especially like to make messes between diapers. It's another peas. They call them TPs for boys, where you would place the TP on before you open up the diaper fully. So you'd open it up, put the TP on, and then open up the diaper, and you're good to go. Typisch. Bart en Jol die zijn eventjes Chinees halen. Vegetarische natuurlijk voor mij. En ik ben eventjes Henry van Loon aan het kijken. Cabaret vind ik echt super fijn altijd om te kijken. Cabaret. Ik weet niet, kan ik gewoon mee door blijven gaan. Ik hou ervan. En dat is het eigenlijk. Ik heb hier niet zoveel te melden. Ja, hij is heel erg druk. Heel veel getrappel hier. En dat vind ik alleen maar lekker, want dat is een goed teken. Dus ja. Als hij morgen komt, dan zal het wel heel leuk zijn. Want dan wordt hij op dezelfde dag geboren als Bart ooit geboren is. Want die is jarig morgen dus. Het zal wel heel grappig zijn, maar ik denk niet. Ik weet niet. Ik heb in ieder geval nu nog geen gevoel of zo. Ik heb ook nog niet zoiets van ik ben zat te wachten. Nee, ik geniet wel hoor. Lekker chillen. Het enige wat ik wel heb is dat ik dus denk dat de vlogs nu echt saai worden. Want ik lig maar gewoon een beetje te liggen. En ik laat me gewoon een beetje... zorgen. Nee, ik doe nog wel wat, maar niet heel veel meer voor mijn doen dan. Ik weet het niet. Misschien wordt de volgende vlog die jullie zien wel gewoon de bevallingsvlog. I don't know. We gaan het zien, we gaan het zien. Het is zo spannend, hè? Dank je wel. Die deel ik met Jola. Toch, Jo? Ja. Ja, waar zijn de bananenballen dan? Daar. Ik heb nog een beetje water. Nee, ik heb nog een beetje. Zo, eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Makkelijk. Fuck that joint.